encirkelen met Valken. Moet het alleen proberen, vrees ik. Keer terug op zijn passen, glijdt dan heel even weg, maar niet erg. Daar is de goal! Maartens! En Cercle leidt bij de eerste goede kans met 0-1. Na 10 minuten spelen, na 2 vrije trappen, komen ze er combinerend eens uit en zijn ze Maartens helemaal vergeten. Ze gaan daar met 2. Ze gaan verdedigen op Valken. Nou, de ene is een diepe spits en dan zijn ze Maartens helemaal vergeten. En die kan zomaar rustig inlopen. En onder doelman Brondeel binnenschuiven. Verre bal van Van Damme. Is goed gekopt. Ja, kan. Prima gedaan. Voor het eerst de kegel mee voorin. Kan hem voorbrengen. Niet slecht gedaan. Valken durft niet echt te koppen. Dan de goal alweer van Maartens. Knap. Weggelegd die bal. Zijn tweede van de avond. En nog voor halfweg de eerste helft staat Cercle op 0-2. En waar ze vorige zondag nog de kansen lieten liggen in Serrain in die eerste helft. En pas op voorsprong kwamen met een gelukje. In de slotfase nu 2 goede doelpogingen en 2 keer prijs. Nu terug naar achteren. Shahir. Tahil. Zoekt 1-2 met Diamandé. En de goal zowaar. Tahil zelf. Het is 1-2 op slag van rust. Ah, daar waren ze met velen. En met een gelukje kwamen ze deze keer wel door. Ze proberen het al de hele avond op deze manier. Zonder succes. En nu wel. Nonchalant van doelpuntenmaker Tawil. Boeja, goed meegegeven met Yagan. Arun in het centrum, Valken ook. De bal moet nu komen. Yagan talent te lang, gaat dan toch nog buiten. Maar zelf zijn kans. Op zich goed gedaan, maar die bal had gewoon sneller daar naar het centrum moeten gaan bij Arun of Valken. Toch nog eens een keeper aan het werk gezien. Green. Roulet heeft afgehaakt. Waarom is niet trappen, denkt hij? Amai! Wat een knal van Josias Roulet. Een vlam in de kruising. Een jongen van 18 jaar. Een dolle vreugde bij Lierse. Je zou verminderen. Ze hebben de achterstand weggewerkt van 0-2. Teruggekomen naar 2-2. We zijn 11 minuten ver. In de tweede helft. Wat een pegel zeg. Josias Roulet. Toch maar uitkijken nu. Van Nakker komt hier nog bij de bal. Niet goed afgelegd voor Arun. Door Yagan. Daar zat meer in. Goede opening weer voor Yagan. Controle nu wat minder. Meteen 2 man bij zich. Lambeau komt. En Arun naast de bal. Van Akker uit de tweede lijn. De goede trap binnen. Het is 2-3. Thibaut van Akker. Ook hij heeft een heerlijke knal in de voeten. Het was niet zo precies daarnet als dat schot van Roulet. Maar deze ging er toch ook lekker in. En Cercle heeft wel het zocht. Net voor halfweg tweede helft. Opnieuw op voorsprong. Dit keer een goede voorzet van Lambeau. Aboukira die met een omhaal wegzet. En dan ook voor op 25 meter. Een stevige pegel van Thibaut van Akker. Benson staat klaar.
Aburugira ook. En de bal wordt getrapt door Zizo. Maar Van Damme klemt en meteen is er afgefloten. Einde van de wedstrijd. Het is Cercle dat hier met de 3 punten aan de haal gaat. Het heeft het professioneel gedaan, dat moet ik wel zeggen.